Hey, tof dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik echt iets heel informatiefs voor jullie. Want ik ga iets behandelen waar je eigenlijk nog niet zo snel over nadenkt. En dat is over waar pak je een oefening vast. Want het kan heel veel verschillen waar je een oefening vast hebt voor andere spiergroepen. En ja, deze video gaat heel veel mensen helpen. Dus knal vast op die like knop. En natuurlijk beginnen we eerst met de spieren waar je het meest van houdt. De borst. Oftewel de pushspieren behandelen. De eerste oefening die ik vandaag behandel is de dumbbell bench press. Ik ga dus niet alles uitleggen. Ik vertel niks over iets anders behalve de grip. Ik wil dat je bij deze oefening hem goed in het midden vastpakt. Want zit je te veel aan de voorkant of achterkant, gaat dat heel veel kracht kosten van je pols. En dan ben je dus niet op zijn sterkst. Dus pak hem goed in het midden. Dat doe ik altijd voordat ik begin. Dan kijk ik even, hey, heb ik die dumbbells goed in het midden vast? En dan ga je liggen en pressen. Verder wat ik al zei, ik ga het niet over de uitvoering hebben, dus let goed op hoe ik ze uitvoer. Ik krijg toch nog een paar tips mee. Maar hier in het midden vastpakken. En nu denk je toch, oh, zal ik dan alles in het midden vastpakken? Nee, het scheelt wel met een paar oefeningen dat je ergens anders moet vastpakken. Dus blijf zeker kijken. Volgende oefening, bench press, ook weer voor de borst. Maar je kan de nadruk leggen op meer schouders en meer tricep. En dat heeft te maken met smal of wijd. Smal is gewoon meer tricep, wijd is iets meer borst en schouders. Als jij erg lang bent, raad ik aan om wat wijder te gaan. Ben jij een kort persoon, kan je beter wat smaller gaan. Ook gewoon om een grotere range of motion te hebben. Want als jij kort bent en je pakt hem wijd, dan doe je letterlijk dit. Niet heel erg goed voor spieropbouw, misschien om een zwaar gewicht te tillen. Maar ja, als je gains wil, pas je aan op je lengte. Let ook goed op de symmetrie. Ik zie zoveel mensen pakken de stang scheef vast. Daarvoor heb je ook die ringen. Dat is gewoon een handig tooltje om te zien of je hem recht pakt. Hetzelfde met het gladde kant en de grove kant van de stang. Hier heb je de ring. Als je een beetje lang bent, kan je hem zeker hier pakken. En hier heb je ook grof gedeelte en hier bijvoorbeeld. Dus je kan bijvoorbeeld zien, hey, drie vingers hier vandaan. Dan pak je hem hier vast. Hier ook, drie vingers. Hop. Dan weet je dat je hem gelijk vast hebt. De grip die ik veel gebruik, een beetje ertussenin, is mijn duim neerzetten op het grove gedeelte. Duim eromheen. En dan eruit tillen. Hop. Laatste tip hoe je ook een beetje je breedte kan bepalen is, zorg dat je onderarm recht onder je pols is. Als jij te wijd gaat, heb je natuurlijk dat hij naar buiten gaat. Ga je te smal, gaat je pols naar binnen. Als jij een stuk langer bent, moet jij dus wijder gaan, logisch. Shoulder press slaan we even over, want daar is het eigenlijk hetzelfde als bij de dumbbell press. Pak hem goed in het midden, de dumbbell. En bij de overhead press raad ik bijna altijd smalle grip aan. En ook hier weer, als je iets langer bent, mag je wel wat wijder gaan. Zorg ook weer dat je onderarm recht onder je pols is. En dat is vaak met best wel een smalle grip. Op deze manier. Dan zit hij of hier op je sleutelbeen, of je houdt hem iets hoger. Je moet zorgen dat die schouderbladen goed naar achter. Hey, daar geef ik alweer een andere tip. En dan, als je hem uitstoot, zit je ver boven je hoofd. En als jij dus heel wijd gaat, heb je al een veel kortere beweging. En het ziet er gewoon awkward uit. Dus ja. Bij de fly wil ik even goed laten zien dat heel veel mensen te hoog gaan met hun schouders. Kijk wat er met mijn borst gebeurt als ik dit doe. Weinig borst zie je, veel schouder. En kijk wat er met mijn borst gebeurt als ik dit doe. Veel meer borst, veel minder schouder. Dus dat wil ik ook dat je gaat doen bij je flies. Bij je dumbbell fly of bij deze. Is pakken wat lager en hou het meer op borsthoogte dan op schouderhoogte. Dus, stoeltje heb ik helemaal omhoog gedaan. En ik pak de hendels onderaan. Ik wil echt bijna zo laag mogelijk. Het is veel makkelijker om je borst goed aan het werk te zetten als je laag gaat. Dan wanneer je dus hier dit gaat doen. Veel te veel schouders, veel te veel nek. Dus pak hem wat lager. En ook voor je liggende flies, probeer ook wat meer hierheen te brengen. Oké, gaan we even naar de side raise. En dan even naar de armen en dan naar de rug. Oh shit, we gaan zwaar jongens. 2 kilo. Bij de side raise raad ik aan om eerder hem aan het uiteinde te pakken. Dus dat je de dumbbell zo hebt, dan andersom. Want heel veel mensen gaan iets te veel naar binnen draaien. En heel veel de voorkant van hun schouder gebruiken. Maar je moet iets meer focussen op je pink omhoog. Je laatste knokkel omhoog. En daarom wil je hem achteraan pakken. Hier. Iets meer, desnoods die kant op gaan. Meer denk aan de elleboog omhoog. Dan aan je handen. Dit is je met je handen omhoog gaan. Dan ben je ook veel te gebogen met je armen. Zie je dat? En als je wat meer denkt aan het uiteinde. Bijna je armen helemaal gestrekt houden.
veel beter. Dus sideways of hier pakken, of gewoon normaal in het midden. Maar niet hier. Door met de tricep en hier wil je ze juist hier pakken. Want dan heb je een grotere bewegingsuitslag bij deze. Elleboog omhoog, tikken en op. Want als je ze hier hebt, tik je al heel snel je schouder aan. Dus het is gewoon minder effectief. Dus pak ze helemaal onderaan. Op. Zet op, hè. Op. Een extra tip voor de armen en dat is, hou je de gewichten dicht bij je, denk aan hier curlen, spreek je meer de buitenkant van je biceps aan en ga je wat wijder curlen, dan spreek je wat meer de binnenkant, de short head van je biceps aan. Bij de cable row pak ik hem graag onderaan, want dan ga je veel meer uit je lats gebruiken en veel minder uit je bovenrug. En dan heb je echt al je schouders en andere kleine spiertjes. Dus onderaan, denk aan die ellebogen, laag langs de zij trekken. En als jij voren pakt, worden je schouders vaak iets meer naar voren getrokken. En dan is dat vaak iets moeilijker. Dus ik vind het veel lekkerder om hem onder te pakken. En wat ik al zei, heb je meer kans dat je echt die lage rugspier aanspreekt. Midden mag natuurlijk ook, maar ik raad het niet aan om hem hoog te pakken. Dus laag of mid. De lat pulldown. En hier raad ik aan om niet heel wijd te gaan. Je gebruikt gewoon veel te veel schouders. En heel veel mensen voelen weinig in hun rug. Alleen als je echt mega breed bent, dan kan je dat aan. Ik pak hem vaak net bij het kromme gedeelte. Sommige mensen hebben nog zelfs meer profijt om nog smaller te gaan. En pak je hem onderhands, denk dan weer aan die pols. Want dan wil je niet zo zitten met je armen. Dit is gewoon helemaal niet chill. Pak hem dan heel smal. Zodat je heel chill zit met je pols. Ik pak hem dus hier. En op deze manier. Doe oefening. Dus heel veel mensen denken hoe wijder je gaat, hoe meer rug je pakt. Ik ben het er zeker niet mee eens. En je range of motion is ook weer korter. Net zoals bij de shoulder press heb je dan maar zo'n beweging. En bij dit heb je zo'n beweging. Dus ja. Pakken we deze oefening ook nog met wat we net hadden. De pulley grip. Een pulley is dit. Dit is een pulley. En hier, hetzelfde verhaal eigenlijk als de cable row. Maar hier vind ik het nog belangrijker dat je hem hier pakt. De kant die dichtbij is, dan hier. Want als je hem hier pakt, gaan je schouders naar voren getrokken worden. En dan ga je heel veel uit je schouders doen. En wat je wilt, is die schouders naar achter houden, geretrack. Dus de schouderblad naar achter. En je elleboog goed in je zij. En dat doe je als je hem hier pakt. Dus midden is ook wel goed, maar hier is nog beter. Dus hier, hop, schouders naar achter houden, borst omhoog houden. En op deze manier. Versus. De dumbbell row. En dit is een van mijn favoriete lifts. Natuurlijk omdat ik hier sterk in ben. Gaat best wel lekker. Deel laatst 55 kilo voor 5. Hier wil je hem gewoon in het midden pakken. Ik heb met mijn klanten ook gemerkt dat hun grip heel snel moe wordt als ze hem aan de voorkant of aan de achterkant pakken. En hoe groter het gewichtje wordt, hoe irritanter dat gaat zijn natuurlijk. Hoe meer je gaat schommelen. Dus hier gaat het gewicht heel erg zo hangen. Verlies je heel snel je grip. En hier, dit is al helemaal naar voor je pols. Kijk wat er gebeurt als het echt zwaar wordt. Dus hier is het gewoon logisch. Pak weer die dumbbell in het midden, net zoals bij de dumbbell press. Dan is de dumbbell niet aan het kantelen. En heb jij het meeste controle. En wat je ziet, als ik hem hierheen trek, gaat hij wel een klein beetje zo. Pak hem dan iets eerder, iets lager. Zodat als je hem hier hebt, dat hij dan ook recht is. En dan is hij hier iets meer naar voren. Nooit helemaal hier, niet helemaal hier. Of midden, of een beetje tussen, achter en middenin. Zodat je dit naar dit hebt. Boom. Oké, optrekken. En hier kan ik wel iets interessants over vertellen. Want heel veel mensen merken van, wow, maar als ik hem hier pak, ben ik veel slapper. En dat komt omdat er minder spieren mee kunnen helpen. Want als jij gewoon onderhands vastpakt of neutraal vastpakt, heb je veel meer biceps. En gebruik je vooral deze spier van je onderarm, de onderkant. En als jij overhands een grip gebruikt, gebruik je heel veel van deze spier. En die gebruik je gewoon wat minder bij het liften. Dus vaak bij veel mensen is dit een onderontwikkelde spier. En daarom ben je vaak sterker met een onderhandse grip. Tegenwoordig ben ik het sterkst met deze grip, omdat ik daar gewoon op train. Maar ja, wil je dus iets meer biceps, pak hem smal. En wil je juist wat minder biceps en wil je een goede uitdaging, oefen dan deze oefening.
hier ook weer niet zo gaan liften. Gewoon deze grip is al een wide grip. Laatste oefening, best for last, en dat is de deadlift. En hier gaan we ook weer de grip behandelen. Eigenlijk hetzelfde als met de bench press, met je lengte. Hoe langer je bent, hoe wijder je mag gaan. Maar in principe probeer zo smal mogelijk de stang te pakken. Want hoe wijder je gaat, hoe meer je bovenlichaam naar beneden moet gaan. Die tip gaf ik ook aan mijn maatje Gio. Ik zag hem altijd best wel wijd pakken. En ja, je pakt wel wat meer rug. Wat best wel een mooi ding is als je je rug wil werken. Maar het is niet je sterkste houding. Dus kijk maar. Let ten eerste niet op de krotte stang. Die andere is bezet. Maar kijk, als ik hem hier pak, ben ik nog best wel rechtop. Pak ik hem helemaal hier, moet ik al zoveel meer naar voren. Dus dit is niet je sterkste positie. Dit ook nog niet. Net buiten heupbreedte. En hop. Normaal heb je natuurlijk de stang vanaf hier, vanaf de helft van je schenen. En we gaan weer kijken. Anders ben je helemaal hier. Hier ben je sterker, meer rechtop. En hop. Dat waren alle tips die ik in deze video wil geven. Ik vind toch dat dit iets is waar ik over moest hebben. Zodat je bewust bent van waar moet ik een oefening naar vastpakken. En misschien doe ik het wel fout. Waar ik ook aan zat te denken is om eens een keer vooral machines te behandelen. Want heel veel mensen vinden het ook een beetje eng van hoe moet ik een machine instellen. Of doe ik het wel goed op dit apparaat. En heel veel mensen trainen toch nog wel bij het begin met machines. En heel veel beginners kijken mijn video's. Dus wil je daar ook een video van zien? Laat het even weten in de comments. En dat was hem. Like, abonneer en ik zie je de volgende keer.